Hoi, in deze video laat ik je de app Toka Hair Salon Me zien. Deze app hoort bij de apps Toka Hair Salon 1 en 2. Maar zoals de titel al zegt, gaat het hier om jezelf. Je kunt namelijk heel eenvoudig foto's selecteren of een foto maken en dan jezelf een ander kapsel geven. Kijk maar, ik maak een foto van mezelf. En ik kom uiteindelijk in de app terecht. Ik moet wel even precies aangeven hoe mijn hoofd eruit ziet en wanneer die in de schedel past en welke vorm hoofd ik wil. Als ik dit heb gedaan, kan het kappersavontuur gaan beginnen. Net als in de andere Toka Hair Salon apps kun je het haar helemaal aanpassen naar je eigen wensen. Maar het leuke is natuurlijk dat je je eigen gezicht ziet, plus dat je gelaatstrekken ook steeds veranderen met wat je doet. Dus het lijkt net echt of je jezelf een ander kapsel geeft. Als ik het thema een kapper in de klas heb, ga ik deze app zeker gebruiken. Wat ik dan laat doen, is de kinderen een foto van zichzelf laten maken en een nieuw kapsel voor zichzelf laten ontwerpen. We maken dan een foto in de app. En deze hangen we op in de klas. Zo hebben we ook weer een taak volbracht en ons eigen ontwerp gemaakt. Superleuk natuurlijk en interactief voor de kinderen. Als je dus een app moet kiezen die je in de klas gaat gebruiken, zou ik zeker Toka Hair Salon Me verkiezen boven de andere Hair Salon apps. Want wat is er nou leuker dan jezelf een ander kapsel te geven? Ha ha.